Hallo kijkers, VVM Eider TV. Hartelijk welkom bij de laatste aflevering van de Pupil van de Week interview. Naast mij zit de Pupil en die gaat zaterdag de aftrap doen bij Ameide Alblasserdam. En dat kan zomaar een heel belangrijk potje worden voor Ameide. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Eerst ga ik even praten met die Pupil die zich nu voor gaat stellen. Hallo, ik ben Ruben, ik ben 11 jaar. Ik zit op de HVB. Ja, dat is het. Je bent goed voorbereid, jongen. Keurig. HVB is Hendrik van Breden. Dus bij jou in de buurt, die school, hè? Die, zijn, nou, die hebben ze plat gegooid ja. En hebben ze nou nieuw gebouwd. Ja. Kijk, en in welke groep zit je? Ik, 6. Groep 6. Hey, en heb jij al enig idee wat je later wil worden? Nee. Ja, misschien valkenier, want mijn opa is het ook. Oeh, dat is iets waar je niet zo vaak hoort, valkenier. Dat is, nee. Moet ik even goed zeggen, met die vogels die er op je hand komen en dergelijke, toch? Die ga je een beetje trainen. Ja. Oh, dat is een mooi beroep. Hey, en je zit dan onder de 11? Ja. Gaat dat goed? Ja. Ja? Hoeveel staan jullie dit jaar? Volgens mij 7e. 7e. Oké, maar dan heb je wel van de 12 of zo, toch? 12 ploegen. Ja. Dus een beetje in de middenboot. Ja, dat kan beter, maar dat kan ook slechter. Ja. En volgend jaar naar onder de 13? Ja. Of weet je dat nog niet? Dan ga je naar groot veld. Ja. Oké, en in welke positie sta je nu? Linksback. Linksback. En is dat nou ook een plekje waar jij in de toekomst voor wil gaan, zeg maar? Nou ja, zeg over 6, 7 jaar sta ik linksback in het eerste. Ja, ik ga het wel proberen. Kijk, daar hou ik van, jongen. Die mentaliteit, dan komt het zeker goed. Goed trainen. Hey, heb je van de rest nog meer hobby's dan voetbal? Ja, kickboksen. Kickboksen. En dat doe je ook? Ja, in Vianen. Oké, 1 keer in de week trainen? Ja. Dus 2 keer in de week voetbal trainen en 1 keer kickboksen? Ja. Pittig, een weekies. Ja. Is dat wel te combineren met school of? Ja. Oké, en van de rest, ja, ik zie je wel eens buiten spelen. Dat doe je ook graag zeker? Ja. Mooi. Dus, hey, en je favoriete vak op school, heet dat ook nog? Ja, gym. Gym, nou dat scheelt, dat is wel altijd lekker dichtbij, hè, Spaans. Dus nu komt het hoekie. Mooi. Hey, en dan ga ik toch even vragen, omdat de laatste aflevering is. Hey, stiekem al een vriendinnetje, of ben je nog lekker vrijgezel? Vrijgezel. Oké, want ja, dat kennen ze op de camera niet zien, maar je vader zit er natuurlijk bij. Kijk, je kan ook daar niet durven te vertellen bij een vriendinnetje even. Nee, echt niet. Oh, je bent vrijgezel. Nou, lekker houden, want dan hou je veel ruimte over voor sporten, kickboksen en hobby's, buitenspelen, alles erop en eraan. En nou, zaterdag Ameide Alblasserdam. Dat is echt nog een belangrijk potje. Weet je waarom dat belangrijk is? Ja, omdat het laatste wedstrijd is van het seizoen. Dat zeg je goed. En eindelijk staat er nog wat op het spel. En het is, als we winnen, en SCW moet ik wel goed zeggen, die verliezen van Arkel. En dat is wel mogelijk, want Arkel speelt voor de kampioen. Die, als die winnen, zijn ze kampioen. Ja, dan gaat waarschijnlijk nog een potje in de na-competitie spelen. En dat is dan die week erop. Spelen we sowieso uit. Tegen wie is nog niet bekend. Maar goed, we moeten ook niet te vroeg juichen. We moeten eerst zaterdag maar eens winnen. Alblasserdam. Uit speelden we naar 1-1. Toen was ik er zelf niet. Toen zat ik lekker op Gran Canaria. 1-1, laatste minuut penalty van Drent. Wat denk je dat het nou geworden? Ik denk dat Robin de Jong nog 2 lekker gaat scoren. Oké, dus 2-1 winnen. Ja, denk ik wel. Ik teken in de woorden. Ik hoop dat, normaal sta je natuurlijk in vakkie T. Ja. Die zal er een auto zijn, hè? Ja, zeker. En bij jou kijken en bij ons. Dan gaan we er een mooi middagje van maken. En wie weet krijgen we dan nog een mooi toetje van een perfect voetbalseizoen. Tot dan. Je lachen of je wil of niet. Als een kans dat hij voortdurend op de loer komt, de bruine.